goedemiddag, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Ik heb al een hele ochtend erop, want ik ben druk aan het werk geweest. Ik had gisteren mijn bed vervangen, die heb ik nou weer opgemaakt. Ik heb de kattenbak vandaag gedaan. Rebecca is geweest, die heeft het verder het huis schoongemaakt. En ik ben in de keuken bezig geweest met de vaat. De vaat was misschien het draaien. De wasmachine heb ik ook nou draaien. En zij heeft ook aan wasgoed dat vouwen geweest. Ik ben, hij is nou net klaar. Dan moet ik een andere achtergrond opzoeken. Want wat hebben jullie eraan om mij iedere keer gelijk te zien? Ja, dat kan ook een keer de dieren of weet ik veel, zoals Chrissy. Of een plantje of een bloemetje. Nou, dat heb ik dus niet. Nou ja, dan gaan we dat zo meteen even zoeken toch? Ja. Ja, moet ik op mijn bureaublad wezen. En dan zet ik weer even in de videopad en dan zoek ik even wat leuks op. En de mout erin. En wie zou dat nou niet wezen? Kan of genaamd. Ja, en ik moet gewoon een wc'tje nog schoonmaken, zie ik. En dat komt ook zo. Klok heb ik net eventjes de gewichten weer omhoog gehaald. Dat ik even koffie drinken. Dat ga ik doen. Want die staat al ingeschonken. Nou, en ik wil met Arwen haar euringtje bezig. Maar ik moet ook spullen ervoor zoeken. Ik moet de NS bellen omdat ik morgen naar Den Haag moet. Dus ik heb nog druk. Ik geef mijn koffie doen. Dan ga ik de videopad even doen. Dan ga ik bellen als ik toch voor de patiënt die heb ik ervoor nodig om te bellen. Druk. Ze zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, dat ben ik weer even. Ik heb de reis geboekt. Ik moet morgen om 10:15 moet ik op het station in Den Helder wezen. En dan kom ik rond 1:00, zo plus minus, aan in Den Haag. Ja, en daar word ik opgehaald door Roderick en nog iemand. Weet even niet wie, want die ken ik nog niet. Nee. Dat, ik ga nou bezig met het urentje van mijn meisje, van Armentje. Ik maak ook even wat voor Karin klaar. Ik heb Karin net aan de telefoon gehad om het haar door te geven hoe en wat. We hebben de geboortedatum van Armen weten te achterhalen. Dus ja, het komt allemaal goed. Het komt allemaal op de euren, maar ik moet even een pincet. Dus ik moet een stok eigenlijk halen. Ja, die heb ik al. Want ik moet even ergens bij. En, want daar zit een pincet in. Ik moet een pincet hebben. Ja, dat werkt een beetje makkelijker. Als het af is, laat ik het jullie pas zien. Eerder niet. Nee. Vind ik gewoon leuk. Ja. Dat ik zou zeggen, tot straks. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ja. Ik ben dus bezig geweest. En dat ding ligt af te koelen. Mijn lijmpistool. Ik heb de urn van mijn meisje Armen klaar. En voor Karin neem ik ook wat mee in een potje. Er staat ook haar naam op. Enkel, ik had geen kleine letters meer. Dus de A en de R is ook hoofdletters. De rest wel klein. Een leuk potje. Daar zit in een plastic zakje nog een keer. Een beetje as van ons poesekindje Armen. Ja, nou komt die van mij. Ik zal hem trouwens laten staan. Ik draai jullie wel om. Even klepje dicht. Zo, omdraaien. Zo. Nou, de halsbandje natuurlijk. Ondanks dat die versleten is, ja, dat boeit me niet. Die had zij om, punt. Ik zou een nieuwe gehaald hebben, maar niet aan toegekomen. Nou. Ik hoop dat jullie het zo kunnen lezen. Zit er een klein beetje scheef erop, maar ja, scheve dingen piezen ook, zou mijn moeder zeggen. En dus ja, ik ben er zelf blij mee. En dan moet je echt lijnen gaan trekken, nou, dat doe je niet op zo'n ding. Nee,
Hij is mooi en daar zit dus ook in. En dat, ja, zo weinig as. Het is echt lang niet vol. Ik heb ook zelf maar een klein beetje. Dus ja, die gaat daarbij op het plankje bij mijn man en mijn schoonmoedertje. Daar komt ze bij te staan. Daar zit nog een heel klein beetje as in die strooikokken waar die muis op zit. Ligt, hangt, staat. En ja, ik ga hetzelfde doen dan met mijn mannetje en mijn schoonmoedertje. Ja, dat beetje wordt eventjes in de natuur uitgestrooid. Ja. Zeg lekker niet waar, dat zien jullie dan wel weer. Ja. Chrissy gaat met me mee. Ja, ja. Chrissy gaat inderdaad dan met mij mee. Zo, dan komen wij weer in beeld. Daar was ik dan weer. En dan ga ik de boel tot zover klaarmaken. Voor inpakken. Ik weet het allemaal nog niet. Ik moet nog een heleboel doen. Voor morgen wat mee moet. Zij weet het zelf niet eens wat meegaat, maar dat ziet ze morgen wel. De mini-uren, ja, die. Dat is mijn mobiel. En dat is Astrid. Daar ga ik zo wel even naartoe. En ik zou zeggen, ja. Komt allemaal, denk ik, hopelijk wel goed. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, ik ben een beetje perplex. Ja, ik heb weer van alles meegemaakt, behalve het goede. Laten drie moderatrices, die laten het even afweten zonder je het mede te delen. Ja, ik heb er nog maar één. En dat is onze lieftallige Astrid. Ja, die blijft wel hoor. Ja, die gaat niet weg. Maar die andere drie... Lager dan laag kan je niet zinken zonder boe of ba te zeggen tegen mij of tegen Astrid. Of even te bellen van, nou sorry, we trekken het niet meer. Nee, ze maken doodleuk achter je rug om een andere groep aan. 45 plus, nou ja, oké, moeten hun weten. Maar in ieder geval, nee. Ik had dit niet van hun verwacht. Daar ik de twee levende lijven nog kon. En de derde kon ik niet. Maar de derde die vertrouwde ik ook niet. Nee, want die deed dingen wat ik niet wou. Nou, ik bedoel, ik ben de baasin van de groep. Ik heb de groep opgericht. En ja, dan moet je de dingen doen waar je voor wordt aangenomen. Waar jij voor solliciteert. Dat moet je doen. En niet dingen doen. Wat niet nodig is. Zodanig dat het hoofd en nog een beheerster niks meer te doen hebben. Nou, dat is niet de bedoeling. Maar ja, oké. Ik ga nu een vleesje bakken. Ja, bakken. Eerst bakken. Dan braden. Moet ik eerst een vleesje hebben. Hop. Dat is dit, hè. Wat is dat? Weet ik niet. Mijn hand. Boerenkarbonade. Nou, ik heb twee stuks. Lekker. Wat eet ik nog meer? Ik heb nog peen en uien over. Stampert. Nou, dat gaat in de magnetron. Op mijn bord. Dan moet ik voor Chrissy, voor Astrid nog wat pakken. Die gaat morgen aan de nasi. Ook natuurlijk ontdooid worden. Of niet dan? Zo. Zo. Dat moet ontdooid worden. Kijk, die is dicht. Vriesje dicht. En dan krijgt zij, nou dat is meer dan zat voor haar. Ja hoor, zoveel eet zij niet. Dus ik ga lekker bakken. Doe mijn schort om. En dat is donker. Beter zo blijven zitten toch? Ja. En ik heb de tas ook trouwens al zo goed als ingepakt. Ik heb mijn grote statief mee. Ik heb nog wat voor Karin mee. Maar ik moet ook morgen eerst naar haar huis.
dat moet ik daar afleveren, want het zit breekbaar bij je. Nou, en dan dit moet ik ook meenemen. Dat gaat in mijn tas. Moet ik ook trouwens nog eventjes in een zakje doen, zodat het, hoe noem je dat? Dat het goed dicht blijft. Hij klemt wel, maar toch. Hé, je hoort het. Je hebt wel, ja, hoe moet ik het zeggen dan? Kijk. Het gaat wel moeilijk open. Je moet even kracht zetten, maar dan nog, ik vind het toch, ik denk dat ik er ook een elastiekje er even omheen wikkel. Ja, even om dat vlindertje zo om het potje heen. Misschien dat dat wil helpen, ja. En anders een plakbandje aan weerskant, dat kan ook nog, ja. Misschien wel, moet ik dat even doen. In ieder geval, ik zou zeggen, tot straks. Nou, hoe lief is dat, hè? Ik heb net even een foto er ook van gemaakt. Zo lief, zo aandoenlijk weer. En er loopt er eentje ook hier om me heen te miauwen, 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 miauwen. Ja, vrouwtje gaat zo vlees braden. Ik heb eerst even op Facebook wat moeten doen, want het ging gewoon niet goed. Nee, is het niet leuk? Jij achtervolgt mij. Ja, zwaar kwijt aan. Oh nee, dan moet je me vasthouden, dat kan je niet, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik ga vleesje bakken, dus ik zeg tot straks.